Raadsleden van de gemeente Noordoostpolder hebben onvoldoende grip op grote projecten. Dat concludeert de Rekenkamercommissie na onderzoek. Wat voor raadsleden erg moeilijk is, is dat zij moeite hebben om een totaal overzicht te hebben. Als je het hebt over een groot project dat vaak misschien complex is, dat vaak een langere tijdsperiode betreft, dan vinden raadsleden het nogal lastig soms om het totale overzicht te zien. De commissie heeft, op verzoek van de raad zelf, gekeken naar de aanpak van 4 projecten die jarenlang speelden in de gemeente. Het windmolenpark, de Bosbadhal, de Wellewaard en de Marknesserbrug. In het laatste geval kwamen raadsleden zelf met allerlei plannen over wat er met de brug moest gaan gebeuren. Dan zie je dat als raadsleden het gevoel hebben dat ze of te weinig op de hoogte zijn, of het gevoel hebben dat de informatie die ze krijgen, dat ze daar nooit helemaal de vinger achter kunnen krijgen, dan gaan ze zelf aan de gang. En dat is op zich een heel prijzenswaardig om dat te doen. Maar dan zie je op een gegeven moment dat ze met allerlei plannen komen en schetsen komen, die uiteindelijk in de praktijk dan weer niet uitvoerbaar blijken te zijn. De Rekenkamercommissie hoopt dat de gemeenteraad wat minder afwachtend wordt bij grotere projecten. Ook zou er bij complexe onderwerpen vaker kennis van buiten gebruikt moeten worden. Met de verkiezingen op komst een mooi moment om het rapport naar buiten te brengen. We menen ook juist dat het juist in deze periode het meeste meerwaarde heeft, omdat juist nu we te maken hebben met een raad die aan het eind van haar termijn is. En dat we over een paar maanden verkiezingen krijgen en dat er een nieuwe raad komt. En juist grote projecten over raadsperiodes heen schuiven, dan is het juist nu goed om hier aandacht voor te hebben.